Emmy Fondue presenteert Familie de Rol. Ongelooflijk hè, dat Janine zomaar naar Colombia is vertrokken. Ze volgt haar hart. De liefde. Amore. Een man met een gitaar. Nou, wat een liefde. Nou, Ronald. Dat is toch romantisch? Een stoere man, spelend op zijn gitaar. Bij een fantastisch haardvuur waar zijn maaltijd op pruttelt. Ja, daar moet je wel de tijd voor hebben. Ja, jij kan nog niet eens barbecuen. Oh ja, één keer gedaan. En toen moesten we de camping verlaten. Pap, mam, hebben jullie de nieuwe buurvrouw gezien? Ze heet Els en ze is echt heel leuk. Oh, nou, dan moeten we er snel uitnodigen. Zeker. Is al gedaan. Hallo, ik ben Els. Ik ben hiernaast komen wonen. Nou, ik vind het nu al gezellig. Wat leuk, ik ben Anneke en dat is die meneer met open mond is mijn man Ronald. Ja, dat ben ik. Ja. Wil je wat drinken? Koffie, lekker. Nou, gewoon dat regel jij dat even voor de buurvrouw. Ja, ga ik doen. Wat wil je drinken? Koffie, toch? Ja, koffie, tuurlijk. Pap, doe niet zo raar. Ik doe niet raar. Dat doe je wel, pap. Hé, hey Martijn, dat is Els, de nieuwe buurvrouw. Volgens mij vindt papa knap. Dat is echt veel te knap voor pap. Heet dat geen midlife crisis of zo? Een midlife crisis? Wat is dat? Ja, dat is oude mannen zoals pap die dan denken dat ze nog in de smaak vallen. Gaat ze dan ook slechte woordgrappen maken? Hè? Neem maar op. Oh, lachen? Kom, gaan we even bekijken. Oh, Els, wat brengt jou nou hier naar deze heerlijke plek? Ik was op zoek naar wat rust. Ik kom uit een hele drukke periode. Oh. Hey, en is er ook een meneer... Duiker. Een meneer Duiker. Nee, ik ben hier alleen komen wonen. Dus ik hoop op een hele leuke buurt. Nou, dat treft hoor. Ik steek morgen de barbecue aan. Heb je zin hem ook aan te schuiven? Ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Wat leuk. Ben je daar goed in, Ronald? Dat is echt een stoer mannending, toch? Moet je opletten, nu komt hij. Ja, ze noemen me niet voor niets de barbecue-tijger van het noorden. Ja, met Ronald de Roo branden de kooltjes zo. Nou, ik laat me graag verrassen. Lukt het, Ronald? Ja. Pap, ik heb honger. Ik ben ook behoorlijk te tekst krijgen, pap. Ja. Ik raak brandlucht, Ronald. Nou, ik zie ook wat rook naar binnen komen. Anneke! Ja? Kun je even komen en neem je telefoon mee? Hoe haal jij het in je hoofd om olie op die kooltjes te gooien? Het hele huis had kunnen afvikken. Ik hoop echt dat jij je les geleerd hebt nu, hoor. Hoort dat ook bij je midlife? Nee, dat is gewoon dom. Ik zit nou wel met mijn hamburgers. Ik had daar nog een leuk filmpje van gezien. Vandaag ga ik de allerlekkerste hamburgers maken. En ik ga niet zomaar hamburgers maken, ik ga ze vullen met Emmy fondue. Waardoor als ik ze opensnij, de kaas er lekker uitsmelt. De barbecue staat alvast aan, dus we kunnen meteen beginnen. Wat heb ik hiervoor nodig? Een beetje runder gehakt, ongeveer 500 gram. Een knoflookteentje, fijn gesneden, peper en zout, tomaat, hamburgerbroodjes, sla en natuurlijk Emmy fondue kaas. We beginnen met het op smaak maken van de runder gehakt. Hier hebben we dus dat knoflookje voor. Die doen we erbij. Een beetje peper en zout. Om het een beetje smeuïg te maken, doe ik er een klein beetje mosterd bij. En dan kunnen we het mengen. Dus dan gaan we nu de Emmy fondue in blokjes snijden. Die gaan we in 8 gelijke stukken delen. En dan gaan we de hamburgers vormen. Wat ik altijd doe, is het gehakt alvast in 4 verdelen in mijn kom. Dan weet ik precies hoeveel ik nodig heb voor een hamburger. En dan heb ik eigenlijk al bijna een hamburger. Maar we gaan hem dus nog eventjes vullen met Emmy fondue. Pak ik een mooi blokje, die leg ik erin en dan vouw ik als het ware zo het gehakt eromheen. Leg ze meteen op de barbecue. Zo, dan doen we nu de deksel erop, gaan ze ongeveer 5 minuutjes grillen. Het ruikt al voortreffelijk. Even checken hoe ze ervoor staan. Ziet er echt fantastisch uit. Ik heb ze natuurlijk ondertussen al een paar keer gekeerd. Dus we gaan nu de rest van de fondue erop leggen en de broodjes. En de broodjes heb ik opengesneden. Dan leg ik ze er zo op. Dan krijgen ze ook een mooi
geel randje en worden ze een beetje knapperig. Doe ik nog eventjes de deksel erop, dan kan die kaas lekker smelten. Dan moeten we nog heel even wachten. Nou, die zijn helemaal klaar, echt perfect. Ga ik nu alles van de barbecue afhalen en dan kunnen we de broodjes maken. Dit is echt zo lekker. Dus dit is gewoon kaas bovenop en erin. Echt heel smeuig. En wat ik vaak doe is alleen een klein beetje mosterd erop. Want die burgers hebben al heel veel smaak van zichzelf. Nog een plakje tomaten op, maar je kan ze natuurlijk vullen met wat je lekker vindt. Beetje sla erop. Perfect. We gaan ze lekker opeten en door het midden snijden. En dat wordt echt smullen geblazen. Nou, Els, ik moet je eerlijk bekennen. De barbecue brandt uitstekend. Nou is de wind natuurlijk wel een beetje gedraaid en de luchtvochtigheid iets gedaald. En de buitentemperatuur was ook iets afgenomen. Ja. Wat? Ziet er heerlijk uit, Ronald. We vinden je zo ook wel stoer, hoor. Ronald de Roo, mijn kooltjes branden zo. Mam, gooi nu even geen olie op het vuur. Straks kan de brandweer weer komen. Tot de volgende aflevering.